En deze? Heb ik een plaatje opgenomen? Joran, dat is een teringlul. Die kent iedereen. Dat is, die heeft een meisje achter de muur gemetseld. Die is levensgevaarlijk. Kunnen we nog naar de muziek luisteren van artiesten die beschuldigd worden van seksueel misbruik? En waar ligt dan de grens? Kunt u nog naar dit album luisteren? Ja, dat is een goede vraag, hè? Als dit voorbij komt op de radio, dan ga ik niet naar een andere radiozender. Dans je er dan nu anders op, nu je dat weet? Nou, dat deed ik niet, maar misschien nu ik erover nadenk wel. Je moet er niet aan denken dat je eigen koter het gebeurt. Kan je dan nog van de muziek genieten? Ja, dat wel. Ja, daar ben ik vrij relativerend in. Ik heb zelf nog iets van 6-7 albums van Michael Jackson en ik vind het gewoon goede muziek. Je gaat niet de prullenbak in? Nee. Nee, waarom? Hitler heeft een wegennet gemaakt. Hebben we dat platgerooid omdat Hitler slecht is? Nee. Dan zijn we er toch. En deze, R. Kelly, kun je hier nog op dansen? Nee. Heel veel zeggen van je moet de artiest loszien van zijn acties, maar ja, dat is eigenlijk niet zo. Ik kan het loszien, maar ik snap dat niet iedereen dat kan. En deze, de Best of Joran van der Sloot. Nieuw album. Dat bestaat toch niet echt? Jawel. Nee. Je bent bij de Free Record Shop op de kop getikt. Niet. Hou maar even vast. Nou, liever niet. Dat vind ik echt een... Die mag van mij in de hel zakken. Als het goede muziek zou zijn, zou ik kunnen luisteren. Ja. Maar ik ben bang dat het niet het geval is. Maar waarom met u hier dus uitgesproken over, en over Michael Jackson en R. Kelly een stukje minder? Ja, van hem weet ik het dat het een teringschoft is en van die andere twee niet. En deze, Mark Dutroux met de Prison Blues. Ik wist niet eens dat hij muziek heeft gemaakt. Ik ook niet. Daar zou ik niet naar luisteren. Dit zou u, als de muziek leuk was, gewoon lekker aanzetten? Ja, in principe wel. Pedofiel en een racist is ook een halve garen. Die mag je ook voor mij verbranden en opblazen. Ik ben er al zo geen liefhebber van, maar gaat er, jongen. Het is toch bar eigenlijk, man. Maar je moet de muziek en de artiesten, dan moet je scheiden, zei u net. Ja, dat ben ik met je eens, maar nee, daar zou ik zeker niet naar luisteren. Deze bijvoorbeeld, Benno L. Ik ben benieuwd wat voor muziek die maakt. Ja, het is een beetje hardstyle. Nee, daar hou ik sowieso niet zo van. Naar mijn idee zou je ze gewoon allemaal neer moeten schieten, maar... Je zou wel neer moeten schieten, maar je zou zijn muziek wel luisteren. Misschien. Maar wat nou als het leuke liedjes zijn? Ik denk toch dat ik inderdaad dat het dus een soort van heel erg uitmaakt welke informatie eerst komt. Er zit ook echt een cd in. Er zit echt een cd in? Nee, ik hoef hem ook niet. Hoeft hem niet? Nee. Echt niet? Nee, ik hoef hem ook niet. Nee, die gaat de bak in. Dat ben ik serieus. Echt waar? Ja, die gaat de bak in. Hun gaan de studie Nederlands schrappen. Oh, dat heb ik wel gehoord. Het kost te duur. Is dat zo? Ja, met zo weinig studenten. Ik sprak net die meisje en die zei, ja, die studenten zijn helemaal niet geïnsemineerd. Ja, nou ja, dat kan zijn.